Glenn Schuurman, speler van Bloemendaal, deelt zijn verwachtingen. Want aanstaande zondag ontvangt Oranje-Zwart, dat tweede staat, Bloemendaal, de nummer 6 op de ranglijst. Dus wat zijn de verwachtingen en welke kennis hebben ze over de tegenstander? Ja, wat weet je specifiek over Zet? Ze hebben natuurlijk een aantal toppers met aanvoerder Niels Elftal, Van der Horst. Geweldige corner met Mink van der Weer. Dus ja, zorg ervoor dat je je voeten in ieder geval beschermd houdt. En ja, daarnaast, ze zijn gewoon gevaarlijk. Goed verdedigen kunnen ze en dan snel eruit. Dat is denk ik ook hun spel. Daarnaast, beide teams gaan gewoon voor de winst. Zullen gewoon voor 3 punten aan, met ons in het bijzonder natuurlijk. En ja, als wij in ieder geval effectief zijn in met onze kans omgaan, dan maken we zeker kans. Het sterke punt, nou, ik denk dat we gewoon echt een balvaardig en technisch team hebben en gewoon met heel veel snelheid. Je hebt gewoon spelers zoals Hofman, Roebovenheert, Tom Boon, noem ze maar op. Het zijn gewoon super, Bouillard, het zijn echt sterke, supersnelle spelers. Dus vooral vanuit fast breaks en counters kunnen wij gewoon gevaarlijk zijn. Dat is eigenlijk al jaren zo en dat hebben we gewoon doorgezet. Dus ja, zo zit het nog steeds. Ik denk dat de snelheid wel echt onze kwaliteit is. Kijk, wij staan inderdaad 6e. Dat is niet wat we hoopten van tevoren. En ja, we moeten nu gewoon. En het is erop of eronder. En dat begint de afgelopen 2 weken ging goed. Dus wat dat betreft hebben we een nieuwe basis gelegd eigenlijk. En zondag is wel echt een meetmoment. En ja, er moeten gewoon 3 punten gepakt worden. Ja, lasje tik. Ja, leuk spel. Ja, ik denk, ik zou zeker met 1 of 2 ballen op de lat, dan ga ik tevreden het weekend in. Dus daar ga ik voor. Eentje, daar ben ik zeer tevreden mee. Ik denk, dan ga ik gewoon lekker het weekend in en helemaal basis gelegd voor zondag.